Ik ben Vincent Peters en ik ben jongerenwerker en ook U17-trainer bij SKS Herentals. Ik ben begonnen met voetballen vanaf mijn 6 jaar bij SKS Herentals. Ik keek op die leeftijd al heel veel naar voetbal op tv. En ja, zoals heel veel andere kinderen ben ik daardoor zelf begonnen met voetballen. En ja, ik ben ook een hele grote voetbalsupporter geworden. Mijn familie is afkomstig uit Sint-Truiden. En vanaf mijn 7 jaar ging ik eigenlijk samen met mijn vader heel dikwijls daar naar de voetbal kijken. Dus ja, tot op heden heb ik daar nog altijd een abonnement. Ik probeer er wekelijks naartoe te gaan als supporter en als ja, passioneel liefhebber van het voetbal. En ondertussen ben ik zelf blijven voetballen tot op de dag van vandaag. Ik voetbal momenteel bij de B-reserve, bij SKS Herentals. En ja, als je in die categorie speelt, dan doe je dat uit liefde voor de sport. Hè. Een vijftal jaar geleden ben ik begonnen als trainer bij SKS. Toen speelde ik zelf ook nog in het eerste elftal. En toen waren de U6'ers mijn eerste team. En deze heb ik een drietal jaar getraind. Ik merkte al snel dat ik het doorgeven van voetbal waardevoller vind dan het voetballen zelf. Later ben ik dan met een vriend van mij, Toon, samen de U13 gaan trainen. We zijn daar samen aan begonnen met het idee van er zoveel mogelijk te zijn. Als een van ons dan andere verplichtingen had, dan is er toch nog altijd één iemand op de training. En zo zijn we dan eigenlijk samen doorgeschoven naar de U15. En ja, dan hebben we eigenlijk vastgesteld dat we er allebei 100% van de tijd aanwezig waren. En dat is, ja, dat is een leuke ontdekking, want je staat daar niet bij stil. En dan zijn we eigenlijk samen dit jaar U17 trainer geworden. Voor mij in combinatie met de functie van jongerenwerker in onze club. Dat was even zoeken om die functies te combineren. Mijn collega-trainer, Toon Witos, is TVO geworden op datzelfde moment bij onze club. Ja, als ik dat zo bekijk, van wat ik al allemaal heb gedaan in en rond het voetbal, ja, dan moet ik vaststellen dat voetbal veel meer als een hobby is voor mij. Onze droom is eigenlijk, ja, we geloven enorm dat er meer kan gedaan worden met voetbal op sociaal vlak. Dus de aanstelling van een jongerenwerker, ja, dat zou dan een perfect voorbeeld zijn. Een club die draait om meer dan voetbal, ja, dat is iets moois om na te streven. Onze droom waarmaken, dat bleek inderdaad niet vanzelfsprekend. Hè. We hebben moeten bekijken of er een draagvlak is voor voetbal als sociaal middel. Enerzijds ja, is het wel mogelijk om rond sociale doelstellingen te werken. Staat de voetbalwereld hier wel voor open? Ik zal een voorbeeldje geven. Kinderen die het lidgeld niet kunnen betalen, zouden toch moeten kunnen voetballen. Ongeacht dat ze dan het lidgeld niet kunnen betalen. Kinderen die de taal niet spreken, die moeten de taal kunnen leren door voetballen in een club. En kinderen en ouders die moeten meer mensen kunnen leren kennen. Die moeten hun vriendenkring kunnen uitbreiden. En dat kan door in een voetbalclub actief te zijn of aanwezig te zijn. Dan was natuurlijk de vraag, gaan clubs of gaan andere clubs niet zeggen van ja, het sportieve moet toch primeren? Dat was een beetje bang afwachten. We hebben moeten bekijken of er een draagvlak is ook binnen onze eigen club. Want natuurlijk is dat ook geen evidentie. Staat het ganse bestuur wel achter deze visie? Dat is natuurlijk een grote vraag, want ja, iedereen heeft zijn eigen visie op een voetbalclub en op voetbal. Dan was de vraag, gaat onze voorzitter en het ganse bestuur wel oren hebben naar mijn idee daarover? Gaat onze club het sportieve niet verkiezen boven het sociale? Dat zijn allemaal dingen die dan naar boven komen. En dan natuurlijk ook voor mezelf, ja, ben ik wel bij machten om dit zelf in de praktijk te gaan brengen? Ik ben afgestudeerd als sociaal-cultureel werker. Ik ben nog maar net afgestudeerd in juni. En ja, kan ik dit al allemaal in de praktijk brengen? In mijn eerste jaar dat ik afgestudeerd ben, is dat niet te ambitieus? Dat was natuurlijk ook een beetje een vraag voor mezelf. Ik wist voor mezelf dat ik als ik eenmaal die drempels over zou zijn, die drempels die ik eigenlijk net heb beschreven, ja, dan zou ik aan, samen met de club uiteraard aan een heel mooi verhaal kunnen schrijven. Ja, als club moesten we voor onszelf een aantal dingen op een rijtje zetten natuurlijk. Hè. Ja, we moesten voor onszelf een duidelijk plan maken en een plan duidelijk krijgen van hoe gaan we nu een jongerenwerker aanstellen en wat moet hij allemaal doen. We hebben uitgezocht wat een sociaal werker dus eigenlijk kan betekenen voor een voetbalclub. Een voorbeeldje daarvan, ja, hoe krijgen we het voor elkaar dat bijvoorbeeld Rashid en Den Bart, dat die samen trainer worden van hetzelfde ploegje.
Een ander voorbeeld kan zijn, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat Merim de Nederlandse taal kan leren binnen onze club? Op welke manieren kan dat allemaal? Wat is er mogelijk naast het voetballen zelf? Nou, dat hebben we allemaal neergeschreven in een projectplan. En ja, dan hebben we een beetje voor onszelf nagegaan of dat plan wel goed genoeg is om te durven voorstellen aan het clubbestuur. Hebben we een antwoord gezocht op de vraag welke acties kan de sociaal werker doen binnen een voetbalclub? Wat kunnen de clubleden eraan hebben? En wat heeft de club er zelf aan? Maar daarnaast natuurlijk nog, wat heeft de samenleving eraan? Want dat is eigenlijk de functie van een sociale doelstelling. Hè? Dat iedereen, alle partijen er iets aan heeft. Een voorbeeld, ja, als Merim de taal kan leren binnen SKS Herentals, wat heeft Merim hier dan aan? Wat heeft de club hier dan aan? En wat heeft de samenleving hier aan? Nog een voorbeeldje, ja, hoe kan de sociale werker inspelen op de actuele Vlaamse acties, zoals bijvoorbeeld de week tegen pesten? Wat kunnen we daar rond doen? Hoe kunnen we dat laten leven binnen onze club? Dan nog als laatste misschien een voorbeeldje. Ja, hoe kan de sociaal werker ervoor zorgen dat er minder uitval is, dat er minder kinderen stoppen met voetballen? Als er kinderen bijvoorbeeld een tijdje niet meer in de club zijn geweest, ja, dan kan de sociaal werker naar hen thuis gaan om uit te zoeken wat er speelt, wat er leeft, wat de reden is. Dat is belangrijk dat je daar actief naar op zoek gaat. En dan ben ik eigenlijk voor mezelf, als ik dat plan heb uitgeschreven, ja, dan ben ik daar eigenlijk mee naar het volledige bestuur gegaan. Want ja, je gaat dat niet meteen voorstellen aan het hele bestuur. Je begint met één iemand daarover te praten en zo begint dat te groeien. Ik heb mijn open geest alles verteld en ik was bijzonder benieuwd naar de reacties. Ik heb een PowerPoint-presentatie gegeven aan het clubbestuur en ik wist al wel op voorhand dat onze club een sociale club wil zijn. Anders had ik er misschien niet aan begonnen, omdat dat dan toch een hogere drempel is. Dan ben ik gaan uitleggen dat de club de hele samenleving kan bereiken door dit project. Het clubbestuur gaf dan meteen wel aan dat ze willen werken rond sociale doelstellingen opnieuw. En ja, door het aanstellen van een sociaal werker zou dat gewoon gemakkelijker zijn om sociale doelstellingen te kunnen waarmaken. Want je kan sociale doelstellingen voorop stellen, maar ja, ze waarmaken in de praktijk, ja, dat vergt bepaalde acties. Dat vergt onderneming die misschien, ja, waar misschien wel een aparte functie moet voor worden uitgevonden. Heb ik ingespeeld op het feit dat we een sociale club willen zijn en ook meteen gezegd dat we nog beter kunnen. En ja, dan heb ik enkele voorbeelden aangehaald daarvan. Ik ben bijvoorbeeld overtuigd door te zeggen dat we het maximale moeten proberen doen voor ouder en voor het kind. En we kunnen nog veel meer doen. Sommige kinderen hebben dat echt nodig, omdat je uiteraard niet kiest waar je geboren wordt. Ja, dat kan heel veel invloed hebben op de ontwikkeling van een kind bijvoorbeeld. Het bestuur gaf dan aan dat dit project echt wel de moeite waard is om te proberen. En als het lukt, ja, dan is er niks verloren, dan is er geen probleem. Dan heb je iets proberen te doen rond die sociale doelstellingen. Dus een verloren actie was het nooit, dit project. Een jongerenwerker binnen een lokale club als de SKS, ja, dat is een uniek gegeven. En dat was wel een belangrijk argument. Want ja, als club wil je natuurlijk ook wel vooruit gaan. Je wil groeien op een bepaald vlak. En bij ons was dat op het sociale vlak. En daarna was het dan eigenlijk vrij snel rond. En dan ben ik het idee concreet gaan maken, samen met nog een aantal andere mensen binnen de club. Ja, en op dat moment waren die eerste drempels die er waren, dan zijn die overwonnen. En dan konden we het idee eigenlijk aan de wereld voorstellen en in de praktijk brengen. En dat was natuurlijk het leukste deel. Hè. Nu draai ik als jongerenwerker en de jongerenwerking op zich, ja, die draait op volle toeren. Hè. De TWO en de trainers, ja, die hebben het gemakkelijker, zal ik maar zeggen, omdat ze zich volledig kunnen bezighouden met het voetbal. Ik zal daar een voorbeeldje van geven. Bijvoorbeeld als er spanningen zijn tussen ouders en een trainer, dan kan ik als jongerenwerker de bemiddelende rol op mij nemen en gaan luisteren naar alle partijen. Ja, wat is er hier nu eigenlijk juist gaande? Ik kan dan in dat gesprek met ouders naar een oplossing zoeken. En zo kan de TWO zijn tijd nuttig gebruiken met het sportief en de trainer dan uiteraard ook. En bijvoorbeeld als er een ruzie is tussen bepaalde spelers in een team,
Ja, dat is eigen aan bepaalde leeftijden. Ja, dan kan ik op het terrein gaan of dan nemen we ons, dan gaan we even apart zitten of staan of we lopen een toertje rond het veld en dan hebben we een gesprek één op één over de situatie. En dat kan al heel veel helpen. Dat is tijd dat een trainer niet moet besteden aan dit soort akkefietjes of dergelijke en dat het puur op voetbal kan focussen. En ja, dan neem ik het andere deel voor mij. Ja, en er stoppen ook veel minder jongens en meisjes met voetballen. Dat is een heel belangrijk iets natuurlijk. Ja, en dat kan bijvoorbeeld door heel kort op de bal te spelen bij ruzies en pesterijen. Dan kan het sneller opgelost worden en dan voorkom je ook dat een klein probleem een groot probleem wordt. Dat is belangrijk. Doordat ik als jongerenwerker wil weten wat dat er aan de hand is, ja, komen afwezige jongeren ook wel sneller terug naar de club. Bijvoorbeeld, ja, omdat je samen naar een oplossing wilt zoeken, omdat je samen een oplossing wilt zoeken voor ons probleem en niet voor hen voor het probleem van hen, ja, dan voelen ze zich meer gewaardeerd en voelen ze zich een deeltje van de club, net zoals anderen. Een ander voorbeeld kan zijn, ja, als iemand geen voetbalschoenen kan betalen, ja, en daardoor niet meer komt voetballen, ja, dan zorgen wij voor voetbalschoenen. Bijvoorbeeld door een tweedehandspaar van iemand binnen de club ter beschikking te stellen. Ja, en dan ga ik als jongerenwerker op zoek naar wie heeft er misschien een paar op overschot en dan regelen we dat heel discreet, zodat ook niemand zich daar slecht bij voelt. Dergelijk. Ja, en dan probeer ik natuurlijk af en toe ook de trainers wat pedagogische raad te geven. Dus niet alleen de trainers, niet alleen de spelers kunnen bij mij terecht, maar ook de trainers. Een voorbeeldje daarvan, ja, een meisje gaf bij haar trainer aan dat ze gepest wordt op school. Ze vertelt dat aan, in vertrouwen aan haar trainer. Ja, de trainer heeft dan even met mij contact opgenomen en gevraagd van, dan moet ik er meteen de ouders bij betrekken, want het meisje heeft dit wel in vertrouwen tegen mij verteld. En ja, in zulke situaties probeer ik vanuit mijn achtergrond als sociaal werker, ja, de trainers zo goed mogelijk te begeleiden en uiteindelijk de beste oplossing te zoeken voor het kind in kwestie. En deze manier van werken, ja, die zit ondertussen goed ingepakt in onze club. Dat is heel fijn om te doen. Ik heb geleerd dat je als voetbalclub meer kan betekenen dan enkel het aanbieden van voetbaltrainingen en wedstrijden. Je kan iets betekenen voor mensen, hun persoonlijk leven, zowel voor de kinderen als voor hun gezin. Een onbereikbare droom kan toch werkelijkheid worden als je dit bespreekbaar durft maken. Dat is heel leuk om te ontdekken binnen een club waar je al zo lang actief bent. Wij gebruiken nu in onze club sinds kort allemaal de hashtag meer dan voetbal, omdat dat helemaal samenvat waar onze club voor staat. Dat is heel fijn om te zien dat ouders en het bestuur en dergelijke, dat iedereen die hashtag aan het gebruiken is. Ja, het spreekt voor zich dat SKS heel veel voor mij betekent, aangezien ik er al bijna 20 jaar actief ben. Ja, ik kan daar mijn ei kwijt, zowel sportief als op professioneel vlak. Door het sociale aan het voetbal te kunnen koppelen, dat was altijd al een droom van mij. En uiteraard heb ik er in al die jaren een gigantisch netwerk kunnen uitbouwen van vrienden, van kennissen. Het is echt één grote factor. SKS Herentals is van grote waarde voor voetballers, maar ook voor ouders, voor supporters, zeker voor vrijwilligers ook. De voetballers, van jong tot oud, U6 tot en met eerste ploeg, die kunnen rekenen op een geweldige omkadering. We proberen verder te denken dan de doorsnee sportclub en we gaan voor een gezonde groei op alle vlakken. We kunnen iedereen die wil voetballen, laten voetballen in een gezonde en veilige omgeving. Dat is natuurlijk misschien wel het allerbelangrijkste. En iedereen heeft het gevoel, en het is ook zo, wij zijn één grote familie. Mij persoonlijk is dat een fantastisch gevoel, want ik zeg het nog eens, geen enkel idee is te gek op SKS en alles is bespreekbaar. Ja, en dat geeft mij persoonlijk een enorme energieboost als trainer, als voetballer ook nog altijd, maar natuurlijk ook als jongerenwerker. Dan wil ik mijn eigen voor 200% geven, sowieso. Dat spreekt voor zich. Ik wil heel graag het voltallige bestuur bedanken, maar ook alle medewerkers, vrijwilligers. Iedereen eigenlijk die vol voor een sociale club wil gaan, zou ik graag willen bedanken.